zaten we nog met het idee van dit is echt ons laatste thuiswedstrijd. Dus dat was na Gent een tweede begrafenis. Welkom in Café Tilt. In de schaduw en de luwte van het Mechelse Vrijbroekpark reconstrueren we samen met een geel-rood elftal de woeligste periode uit de clubgeschiedenis van de Malinois. De redding. De klap van de vereffening komt hard aan, maar in Mechelen blijven ze niet bij de pakken zitten. Geniaal is het plan van Mark Uiterhoven niet, wel simpel en waterdicht. Samen met Vie van Hoof en Piet den Boer, zelf twee Malinois-monumenten, heeft hij vanmiddag een rekening geopend bij een bank. Daarop moet voor het einde van het jaar 2,5 miljoen euro staan. Uiterhoven, van Hoof en den Boer zoeken dat geld bij de supporters. Op die rekening verwachten wij overschrijvingen per schijf van 1000 euro... Naast de rekening van Mark, Piet en Fie draagt ook Patrick de Klein, inderdaad, kleinzoon van clublegende Bert, zijn steentje bij. Hij organiseert vlak voor de match tegen Antwerpen op 14 december de Mars van de Hoop. Mars van de Hoop, ik verschot er eigenlijk een beetje zelf van, omdat er was eigenlijk op die moment helemaal geen hoop. Op die moment was hij er ook niet. De club was failliet en het ging stoppen. Maar ja, de pers had er dan aan gemaakt, het laatste nieuws in het bijzonder. En de andere kranten hebben dat overgenomen en sindsdien is dat leven doorgegaan als de Mars van de Hoop. Supporters die van alles gingen verkopen en babekalenders gingen maken en weet ik veel wat allemaal, dat was allemaal geen sprake van. Dat was toen, na Gent zat iedereen in die put. En het enige dat je toen nog kon doen was je club nodig. Je basisidee, draag je club ten graven. Dat was eigenlijk het idee van dat ons nog een eerbetoon, de club en een serene Mars naar het stadion doen als zijnde een rouwprocessie. Dat was eigenlijk na het uitgangspunt op die moment. Destijds, ik weet niet of er nog bestaat, maar destijds was er een forum van KV Mechelen, van de supportersclubs. Er zat wel wat volk op. En dan na de match tegen Gent, waar we 0-2 verloren en waar we allemaal heel langzaam blijven staan, tot bijna een uur na de wedstrijd, leefde er iets bij de supporters van we moeten toch iets kunnen doen, er moet toch iets gebeuren. En, hoe dat forum begon dat ook zo te leven, van wat gaan we doen, wat kunnen we doen. En er waren een aantal mensen die zeiden van ja, misschien moeten we een mars organiseren, maar zoals heel vaak, dat is heel veel bla bla bla. En weinig mensen dat dan initiatief nemen. En denk ik toen zo een beetje Mark Uiterhoven van een letter was, als zoiets had van weten, dan doe ik het gewoon zelf. En dan heb ik het initiatief genomen om die mars in te steken. Een beetje onbezonnen, zonder te weten waaraan ik begon. De risico's waarschijnlijk heel slecht ingeschat in mijn enthousiasme. Het gevolg dat daar een gegeven moment de politie gehoor van kreeg, of mail was op forum, weet ik niet. Dus die contacteerde mij, die heeft me dan uitgenodigd bij de commissaris. Die vroeg gewoon wat ze er eigenlijk van zien. Want allee, ik bedoel, weet ik wel hoe dat gaan begint, want alle schade dat van waar dat je ook wilt starten tot aan het stadion, alle schade dat gaat opgelopen worden. En ik kan me voorstellen in een club in vereffening dat dat echt wel supporters niet blij gaan zijn. Dat ze toch gaan, dat er dingen gaan sneuvelen. Dat komt op uw nek. En ik dacht, ja, dat komt er nu mee. Of dat misschien wat vroeger kunnen zeggen, want toen waren de mensen al gemotiveerd om te komen. En dan wat later kreeg ik ineens telefoon van VTM, van toen nog VT4. Radio 1, Radio 2, allee, ja, heel de meute pers wou per se met mij een gesprek hebben. Toen was er beslist om op de botermarkt te beginnen, dus dat was altijd locatie om voor al die interviews was op de botermarkt. Heel veel stress, want ja, ik was ook niet gewoon van de pers om te gaan. En na dat gesprek met de commissaris kreeg ik nog een telefoon van Stad Mechelen van weet je wel waar je begint, je moet daar toestemming voor krijgen, je moet daar vergunningen voor krijgen. Allemaal niet over nagedacht natuurlijk. Dus dat was op
redelijk korte termijn. Heel veel over en weer, hollen en bollen, naar allemaal en iedereen dat kende. Het gevoel dat de pers erop afkomt, heb je gezichten nodig. Want ja, niemand is geïnteresseerd in een hoop supporters dat maar gewoon in het wild rondlopen. Dus dan heb ik Mark gebeld. Ik had Mark op KV een paar keer gezien, maar ik kende die gewoon niet. En ik zeg nu makkelijk weg Mark, maar toen was dat meneer Outerhoff. Ik herinner me heel goed nog dat ik, als die mars echt zo proportie begon aan te nemen, had ik koppen nodig voor de pers, voor slang. En ik weet ook dat ik naar Mark gebeld heb en die was niet thuis. En Anneke pakte zijn telefoon op. Ik zeg, mag ik meneer Outerhoff spreken? En hij zegt, wie is er aan de telefoon? Ik zeg, ja, Valérie de Klein. Ik zeg, de Klein is van Bert de Klein, dus van Willy de Klein. Hij gaat die namen wel kennen. Ja, zegt hij, zit in Frankrijk. En dat was toen minder dan een week voor de Mars moest doorgaan. Maar ik is een heel lang een fervente aanhanger geweest van ik moet geen GS hebben. Dus er was geen sprake van die te braken in Frankrijk. En dan heb ik twee dagen later nog eens teruggebeld. Ze is Mark al terug thuis, want ze wist ook niet waar hij in thuis kon. Ze zegt, nee, maar ik denk dat hij morgen gaat thuis. Dus een dag achter nog eens teruggebeld en toen, uiteindelijk, pakte hij hem dan op. Heb ik heel het verhaal gedaan. Hij had dat dan ook wel wat mee gevolgd op het forum, want de leesveld was, ik weet niet of het nog bestaat, maar las toen wel het forum. Ik weet nog dat hij zei van, weet je wel goed waaraan je begonnen bent? Ik zeg, nee. Überhaupt niet. Ja, misschien kunnen we beter eens even afspreken voordat dat doorgaat. En dan zo is het al in, ja, in stroomversnelling geraakt. Die heeft me dan bijna letterlijk en figuurlijk bij de hand gepakt en gezegd van, is goed, regel het maar, ik loop mee. En als het echt groot wordt en je merkt dat je dan niet een baas kunt belden, maar dan zal ik ieder geval mee komen staan en supporters aanmanen tot kalmte, dat er niet te veel sneuvelt. Dan ben ik op zoek gegaan naar de bekende gezichten van Mechelen, dat supporter waren. En ik weet nog dat ik heb de Vermeijer gebeld, maar die kon toen niet. Ik heb die twee Vretjes gebeld. Die waren gelijk geïnteresseerd, heel sympathiek. Maar ik heb dan naar Piet en Fie gebeld om mee te lopen. Ik ben ook gelijk afgekomen. Zo is alles ineens dagelijk in een rollercoaster gegaan en begonnen. Zaterdagavond om 6 uur verzamelen aanhangers en sympathisanten van KV Mechelen op de Botermarkt voor hun Mars van de Hoop. Ze willen hiermee aantonen dat ze achter de plannen staan van de werkgroep rond Mark Uiterhoeven, Fie van Hoof en oudspeler Piet den Boer. Die hebben een project op poten gezet waarbij aan supporters en bedrijven gevraagd wordt om 1000 euro te storten. Kijk, we hadden nul. En als Mark niks had gedaan, had nul gebleven. En al hebben we maar 1000, we hebben de moeite gedaan, dan kunnen we achteraf geen spijt hebben dat Mechelen dus niet opnieuw begonnen is. Ik herinner wel dat ik de avond ervoor wel goed geslapen heb nog. Maar de dag zelf, van het moment dat je wakker wordt, heb je zoiets van, ja, nu moet dat gaan gebeuren, nu gaat dat komen. En eigenlijk heeft men een gsm, en dan moet je nog voorstellen, dat was zo'n klein Nokia-ke, zo, een 5110, die ben eigenlijk een hele nacht niet stilgestaan. Ik ben eigenlijk eerst terug naar dat forum gaan zien, want dat was eigenlijk ja, een uitvalsbasis waar dat alles op stond. Eens gaan zien hoeveel berichten dat er waren, hoeveel mensen er geïnteresseerd waren, maar er ging zo'n poll aan van, ik kom zeker. En dat was... Na Gent, als ik denk dat ik een dag of 4 na Gent die poll open gedaan heb, dan was er 40, 50 man. En dan tegen dat de commissaris belde, waren dat er 500. En dan een dag zelf was dat die mensen omhoog geschoten. Naar een goede 4.000, 5.000 mensen, als ik me goed herinner. En toen had ik echt zoiets van, dit wordt wel creepy. Dit is, ik weet niet voorbereid. En dat is pas overgegaan van het moment dat we op de Botermarkt waren. En dat was, de camera's Mark in het vizier hadden en dan gaat die aandacht geraakt aan de Mark. En dat was het moment dat ik zoiets had van, ik ben er eigenlijk wat vanaf. Nu nog enkel lopen, er niks wordt afgebroken onderweg en dan zit ik safe. Want ja, de mensen komen op die Botermarkt aan. Wisten wel waarvoor ze kwamen, maar wisten ze niet goed een draai geven. Er worden gesprekken gevoerd over ja, wat nu met ons club. Dus eigenlijk lijkt redelijk stilletjes, totdat Mark de mensen toesprak. En als die Mars op gang kwam dan, en dan is dat ontploft, dan is dat... Ik denk dat ik in het stadion nog nooit zoveel lawaai gehoord heb als toen op de Botermarkt. Dat was geweldig. Dan heb ik heel veel hulp gekregen van Jo van Café Stardust. Die dat me toen gezegd heeft van, kijk Pat, we gaan dat
ons beste materiaal van boven halen. Die is daar met versterkers en boksen komen aandraven, waar heel de buitenmarkt mee kunt afspelen. Daar ben ik hem heel dankbaar voor geweest. Maar dat is ook wel, denk ik, de basis geweest waarom er eigenlijk iets fout gegaan is. Want daar heeft Mark dan dankbaar gebruik van gemaakt. Hij heeft een micro gepakt. Toen die speakers zo laat zitten als ze konden. En dan kon hier op de watermarkt ook de smeekbeden horen van laten we alsjeblieft sereen naar het stadion lopen, breekt niks af. Want het is niet waard en het gaat ook niets veranderen aan de zaak. En dat zijn ook alleen maar kosten voor de club, zoals men dat dan vertaalt. Met gevolg dat er ook niets afgebroken, wonderbaarlijk genoeg. Geen buskot, geen glas gesneuveld, geen paal uit de grond getrokken, niks gebeurd. Chapeau voor de supporters van KV, zou ik zeggen. Stewards van de club zorgen er samen met de politie voor dat alles rustig verloopt. Ze moeten nooit ingrijpen, ondanks de aanwezigheid van supporters van andere ploegen. Ruim 7000 tickets gaan de deur uit voor de wedstrijd tegen Antwerp. Misschien wel de laatste in dit stadion. Maar dat is een doemscenario waar de fans voorlopig niet aan willen denken. Met deze Mars van de Hoop hebben ze in elk geval aangetoond dat de club in hun hart nog springlevend is. Organisator Patrick de Klein is dan ook een tevreden man. Wat we vandaag laten zien hebben, dat we voorbeeldige supporters hebben. En alles is vlekloos verlopen. Er zijn geen kleine incidentjes geweest. Dus ik ben heel tevreden, absoluut. Ja. Het was half time en dan ben ik naar de Club 25 gegaan. Omdat ik zo vermoeid was van al die aandacht van de pers. En ik was onderweg van wat ik deed toen nog, waar ik stond. Naar de Club 25 en de Mark Rummes zie me lopen. En hij zegt, Patrick, ik maak nu een interview met je, omdat ik hem al een paar keer naar het wandelen gestuurd. Maar het zat me tot hier en ik had echt zoiets van, ik kan deze niet meer aan. Ik zeg, Jan, ik zeg, eerlijk, even nu niet. Ik wil even gaan zitten en allee, weg van al het volk. Ik zeg, maar desnoods na de wedstrijd wil ik dat wel doen. En dan heb ik hier een tweede dame tegen Antwerpen in de club 25 op tv gekeken. En echt, daar zat niemand, zat ik op mijn gemak. Het was echt ontstressen. Ik was kapot, gewoon van de stress. Het was te veel. Voor Mark Uiterhoeven stopt de reddingsactie niet bij de geopende rekening en bij de Mars. Hij houdt de hoop levend en krijgt hulp van een hele groep fans. Waaronder zijn nieuwe rechterhand, Patrick de Klein. Na de match van A-Gent is er zo'n golf van enthousiasme op gang gekomen. Dit gaan we niet laten koud worden. En het motto van onze campagne is uiteindelijk toch: reken niet op een ander, we doen het gewoon zelf. En Mark wou per se volk in het stadion krijgen. Want zolang het Vrefnaar niet rond was met heel de verkoop en dat alles niet afgehandeld was, mochten we blijven spelen. Weliswaar met vooruitzicht, ongeacht de aanslagen. En ik weet nog heel goed dat we daar ons grootste nederlaag dat seizoen gehad hebben, thuis tegen Genk 0-9. De sfeer in het stadion, dat was alsof we een Europacup gewonnen hadden. Ondanks een 0-9 verlies was dat fantastisch. En Mark wou dat bleef leven, dat de supporters bleven naar het stadion komen, want dat waren inkomsten. En die had toen het idee opgevat van als we nu in de loop van de namiddag elke thuismatch samenkomen en we proberen een show ineen te steken, qua amusement voor het publiek. En die had toen gezegd van kijk, we gaan elke thuismatch afspreken om 1:30. We overlopen een heel draaiboek. Ik wil op het veld alles doen en uitleggen en een boel in gang houden. Bij mij werden er oud spelers uitgenodigd, er werd van alles gedaan om mensen bezig te houden. Het mocht ook geen geld kosten. Maar dan natuurlijk, gelijk dat gezegd, een rechterhand nodig om te zeggen van ga moet nu het veld op en ga moet nu daar en ga moet nu zien en zo. En dat is eigenlijk, ja, ik ben een beetje zo ingerold omdat de markt dat dan vroeg van inderdaad voor. En dan zeg ik, maar ja, ook weer in het belang van de club. De internet stapt nog een oude gaatje, dat we dat laat meer spaat in rood en geel. Ja, wie gaat daar mee ronddraaien? Ik heb er dan een tijd mee rondgereden. Maar ik woonde in Mechelen binnenstad, dat beestje wegzetten ergens. Allee, ik wou dat zichtbaar zitten, er stond helemaal Red KV op. Toen was dan de boot naar de andere bier liep, ik zat de auto's natief. Ergens midden van een markt, dat iedereen dat goed zag staan. Ook weer in dat jeugdige enthousiasme. Je mocht er uiteraard niet parkeren. En dan komen de boots. Die gaat moest in de belangstelling staan. Dus die moest ook elke keer mee op verplaatsen.
Groot probleem trouwens, want als je een verre verplaatsing had, dan geraakte je daar niet met een afbak. Ik weet nog heel goed dat we moesten spelen ergens in de Vlaanderen. Het zal op Kortrijk geweest. Was er op Kortrijk? Nee, Moeskroen. Bakske vol. En op 50 kilometer Moeskroen slaagt hij in een harm. Allee, alarm te zeggen in een gatje, dat is ook wel een rode lamp, maar je hebt geen flauw idee hoeveel reserve dat je hebt. Dus daar heb ik achter een supportersbus gezet en in het sok van die supportersbus zijn we aan het stadion gesukkeld. Daar is dat motorje stilgevallen. En dan zijn we met jerrycannetjes gaan vragen aan mensen overal en die beginnen inzamelen en te voet naar het NAF-station en dan terug volgekapt en dan konden we terug vertrekken aan het stadion en zo tot aan het NAF-station helemaal vullen en dan hopen dat we terug konden thuis geraken. Dus het was altijd op verplaatsing, was het even goed KV Mechelen thuis als we thuis speelden. Tot in die verstande dat Mark met een verplaatsing ook altijd zo'n kop liet zien en dat hij naar supporters kon gaan en dat ze daar konden rondhangen. Van, en de pers dan ook, hè, want is dat de Mark weer met al zijn, ja, hoe moet je dat zeggen, zijn meute, trouwe supporters. Hè. Maar dat bracht ons wel elke week in de aandacht en dat zorgde er ook voor dat bedrijven mee op de kar gesprongen zijn achteraf. Van, die had zoiets van, ja, visibiliteit, de auto zit op die kar. Ja, de vier van hoofd die je kende al, de Piet en Boer was dan weer een oud icoon dat kwam bovendraven. Dus er waren ineens veel bedrijven in die tijdelijke bestuursgemeenschap dat zeiden van, wij willen ons schouders er ook mee onder zetten. Los van de supporters, dat eigenlijk de club wel gered hebben, laat ons daar duidelijk over zijn, waren er wel bedrijven dat zeiden van, wij springen met die kar. We gaan er niet gelijk 10, we sturen allemaal in Belgische frank, we gaan er niet gelijk 100.000 frank tegenaan gooien, maar laten we beginnen met 10.000 frank. En dan zien we wel hoe ver we geraken. En zo is dat langzaamaan als slop geraakt. Onwaarschijnlijk, maar het is wel gelukt. Het is misschien moeilijk om te begrijpen nu op dit moment, omdat we nu thuis spelen voor minstens 15.000 mensen. Wij speelden in 88 Europees voor tussen de 6.000 en de 8.000 mensen. Meer waren er niet. Dat waren de supporters. KV Mechelen is een grote supporterschare geworden dankzij de vereffening. Daarvoor was dat niet zo. Ik weet de match van de Mars thuis tegen Antwerpen. Zat er toen in het stadion, en dat was al met een oproep van de Mars, hè, zat er 9.000 man, waaronder 1.000 supporters van Antwerp. Dus 8.000 van de KV, waarvan 5.000 meeliepen met de Mars. Meer volk hadden we toen niet, onze supporters. Dat was gewoon zo. Dus als je dan ziet dat je 4.000 of 5.000 man opgetrommeld krijgt van de Mars, dat is heel veel. Als je dan ziet wat het globaal aantal supporters was dat elke week kwam. Maar dat je dan zou beginnen denken van, hier leeft iets, hier gaat iets uit voortkomen, deze gaat een club redden. We hadden ook al clubs die in verheffing gaan, Lommel was in verheffing gegaan. We hebben ook heel trouwe supporters, niet zoveel als KV, maar die hebben dat niet gered. En zo zijn nog clubs onderuit gegaan. En ik denk dat wat wij in Mechelen toen laten zien hebben, ik denk dat dat uniek in de wereld is. Ik denk niet dat dat ergens ooit al gebeurd is. Je kijkt naar mij en je zegt, ja, maar alle spelers zijn ze juist ontslagen, allemaal is weg. En dan kijkt hij naar mij en ik zeg, ja, enige, ik zeg, liefst is die weg.